Oh nee, als dit een ananas zou zijn, jongens. Oh jeetje, dit zou echt verrot zijn. Hey, hallo mensen, welkom bij een nieuwe Beard Battle. Ik ga vandaag ownen, want ik ga maken een piano, een wortel, een cowboy, een... God, hoe heet dit nou? Een squid, een octopus, denk ik, of een inktvis. Of een ridder. Nou, blijkbaar wordt het een carrot, een wortel, een lekker wortel. Hoe gaan wij die maken? We pakken orange, want orange is de nieuwe black. Goeie water. Wij pakken green. Ja hoor. Die pakken we er ook bij. Dus wij maken hier gewoon... we gaan even een hele grote wortel maken. Hoe kunnen we die een beetje tof maken? Die laten we een beetje zweven. Zo. Geeft dit een beetje een rond gevoel? Ja. Ja. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. En dan gaan we gewoon zo omhoog. Omhoog. Een super grote wortel. Wat is het lekker en gesjond. Zo gesjond. Zo gesjond. Zo. Dan halen we deze weg. Hupsakee. En dan pakken we deze. En laten we het eruit komen. Hey. Hey. Oh. Hey. Oh. Zo. Oh. Verkeerde weg gehaald. Ja hoor. Die mag weg. Prachtig. Doen we deze omhoog gewoon voor... Ja, waarom niet? Toch? Ah, nee, dit ziet er dan weer minder mooi uit. Op zich. Is dit wel redelijk een wortel? Moet ik er nog zwarte stukjes in doen? Ja, want we zijn sowieso nog niet klaar. Dat is punt 1. Oh, oh, ho, 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 ho. Moeten we deze kleur een beetje doorheen doen? Geeft dat iets meer contrast of is dat juist lelijk? Oh, dat is lastig. Is dit juist mooi of is het lelijk? Nou, op zich is dit wel redelijk een wortel. Denk ik. Ik maak hem wel één langer. Toch. Toch. Hij doet het toch. Mensen. Zo. Want anders is het wel... Dan klopt hij niet qua formaat. En nu klopt hij redelijk qua formaat. Denk ik. Denk ik. Dit is zo moeilijk. Een wortel. Oké. En we maken sowieso van de grond dirt. Maar kunnen we niet dirt dat al... Coarse dirt. Is dat dan al... Wat is coarse dirt? Dat ken ik helemaal niet. Coarse dirt? Oh. Ik had gehoopt dat het al met een ho bewerkt was. Ho. Hey. Ho. Hey. Nee, we doen grass. We doen grass. En dan gaan we gewoon een farm eromheen bouwen. Ik denk... Weet je, mensen willen gewoon een wortel. Dan moet je mensen gewoon een wortel geven. Dan moet je niet te moeilijk gaan doen. Dus ik ga gewoon dit allemaal zo een beetje doen. Zo, zo, zo. Kijk, dit is gewoon een beetje zo'n halve farm. Dat je denkt zo... Ah, dat is een farm. Wat leuk zeg. Wouter heeft de farm gemaakt. Nou Wouter, dat is hartstikke leuk van jou. Zeg maar, dat effect probeer ik een beetje te krijgen. Dat is denk ik wel heel erg duidelijk omschreven. Zo. Wow. Oké, we doen boommeel. Ik ben genoeg met mijn EO. Oké, zo. Zo, zo, zo. Hupsakee, worteltjes. Worteltjes. Dan pakken we hier nog een carrot. Hupsakee. Oh, nee. Die moet ik niet wegdoen. Die zetten we hier neer. Is dat gewoon... Ah, shit, ik had wel die boommeel nodig. Ah, Wouter. Ah. Hoe is het mogelijk? Zo. Hupsakee. Leuk hoor. Ja, dit is leuk. Dit is echt hartstikke leuk en creatief. Wat een creatieveling ben ik ook. Zo. Kijk nou, worteltjes. I love it, mensen. Moeten we nog iets erbij zetten? Misschien een villager. Toch? Waarom ook niet? En kan je dan... Je kon ook een bepaald soort villager erop zetten. Namelijk, wat doet hij? Hij is een farmer! Look at me! Hij denkt van, wow. Dat is echt chill, man. Dat is echt een chille wortel. Dat
is echt een chille wortel. Oké, wortels. Wat hoort er nog meer bij? Ja, niet heel veel eigenlijk. Carrots, nee, carrot on a stick. Ja, ik kan hoogstens vaker bij neerzetten, maar ik denk niet echt dat mensen dat begrijpen. Dus ik denk dat we het zo wel gewoon goed hebben gedaan. Ik denk dat we er niet heel veel aan hoeven te veranderen. Zo, en ik doe hier geen bone meal, dat de attentie toch nog een beetje blijft op die villager die naar die wortel kijkt en denkt van, oh, dat is echt een chille wortel, bro. Dat is echt een chille wortel, bro. Bro. Chille wortel, bro. Oké. Laten wij eens kijken. Alle wortelen, kom bijeen. Oh mijn god, dit is echt een hele enge wortel. Dit is een hele enge wortel. Hij heeft iets cools. Oké, dat is cool. Dat is cool. En dit zijn houten wortels. Ja. Wat snap... hoe snappen mensen niet wortels? Houten wortels? Dit? Wat? Wat snappen ze niet? Je moet gewoon een wortel maken. Ja. Het is de beste wortel... Het is de beste wortel die ik tot nu toe heb gezien. Damn, dat is een grote wortel. Karoot. Ja. Het is wel een wortel. Moet ik hem nageven. Oké, hier ook een karoot. Ja. Ik had verwacht dat mensen veel meer pixel art... Wow. Nice. Ja. De legendary... Nee. Oh. Oh jee, joi. Ik had gehoopt op meer hogere scores. Oh. Is dit een trap? Dit is gewoon bijna een trap aan wortels. Zo moeilijk is het niet. Kijk, dit komt nog meer in de buurt, maar is het ook niet. Dude, daar mag je geen legendair voor geven. Ik zie je. Sorry. Nee, ik had hem een oké willen geven. Iedereen pakt wel hetzelfde materiaal. Allemaal wol. Nee, zegt iemand. Nee. Nee. Oh, wat staat hier? Kinzel. Kinzield. Oh, ik heb niet eens gevallen. Ik was zo erg aan het kijken wat er nou allemaal stond. Nou, dit is ook... Dit zijn wortelkinderen. Wortel aliens. En hier ook nog een wortel. Ja, nou, dit is nog wel een van de betere. Dude, ga weg met je legendary. Nee, dat is geen legendary. Ah, oké, GG. Maakt niet uit, we zijn gewoon sportief. Daar gaat het uiteindelijk om. GG. We gaan gewoon nog een rondje doen. Ik was op zich best tevreden met wat ik gemaakt had. Dus volgens mij kan het alleen nog maar beter worden vandaag. Dus ik ga gewoon lekker in een build battle. En ik zie dat mijn greenscreen raar doet. Oké, wacht even. We gaan even de greenscreen erbij pakken. Ja. Zo. Ja. En doen we selecteer. Ja. En doen we die. En doen we die omhoog. Volgens mij zijn nu de spikkeltjes weg. In ieder geval minder erg. Waar stemt iedereen voor? Een pineapple! Het is wel echt een fruit- en groentedag. Een ladybug. Oeh, die lijkt me ook wel cool. Oh, oké. Het wordt een pineapple. Sowieso. Wij gaan, jongens, een pineapple maken. Die is trouwens... Welke kleur is een pineapple? Die is bruin, toch? Volgens mij wel. Maar we gaan een pineapple under the sea. SpongeBob SquarePants. Hoe gaan we die maken? Dat is alleen vraag 2. We hebben een door nodig, een deur. Doen we gewoon dark ook, dat is het duidelijkste. Dan hebben we glas nodig. Maar is een... Is hij nou... Een pineapple? Die is toch helemaal niet oranje? Die is een beetje gelig. Maar van buiten is hij wat meer groenig? Heb je verschillende tinten groen? Redelijk. Oh, dit is wel balen. Want het is een beetje groen-bruinig. Zo, en dan komt daar de deur. Zo. Ho, ho, ho. Zo, zo, ja. Zo, oké. Dit, ja, is het... Welke kleur is het? Oh, jeetje. Oh, het is een beetje groen-bruinig volgens mij. Maar moet ik hem niet gewoon oranje maken? Nee, oranje is wel een hele rare kleur. Nou, ik maak hem dan ook maar gewoon een beetje groen-bruinig. Ik sla hier en daar stukjes over. Nee, wacht even. Ik ga hem eerst gewoon in het groen bouwen. En dan maak ik later nog wel
bruinig iets erbij. Dan ga ik gewoon dingen vervangen in plaats van dat ik nu de hele tijd ga switchen tussen groen en blauw. Wat is een ananas? Dat is een stukje fruit, denk ik. Een vrucht? Nee. Is het vrucht? Nee, want het heeft geen peul of het heeft geen middenvrucht ding. Dus ik denk dat het fruit is. Ananas is wel fruit, ja. Even kijken. Dus ik maak hem gewoon omhoog. Ik moet hem niet te hoog maken. Zo. En dan gaan we nog verder omhoog. Hup, hup, hup. Oh, hij krijgt wel daardoor een hele rare vorm. Maar ja, het valt op zich nog wel mee. Doe ik deze, dan doen we die gewoon omhoog. Zo. Hupsakee. En dan doen we nog eentje omhoog. Ja hoor. Ja, soort van. We doen het er maar gewoon mee. Dit wordt denk ik niet mijn beste creatie. Maar ja, als ik al die wortels heb gezien, dan ben ik wel heel benieuwd wat mensen dan nu gaan maken. Hier doe ik dan ook nog even een glazen... Oh, glazen blok. Zo, het is SpongeBob. En dan doen we hier nog deze. En dan moeten we hierboven... Moeten we gewoon weer hetzelfde gaan doen met die bladeren. Die een beetje zo sporadisch... Ja, daar staan. Oh jeetje, dit is slecht. Dit is echt wel een slechte creatie. Excuus, mensen. Excuus. Nee, ze staan eigenlijk altijd wel omhoog. Dat is een beetje het ding. Zo. Dit is echt heel lelijk. Dit is echt heel onwijs lelijk, zeg. Oh my god. Oh nee, als dit een ananas zou zijn, jongens. Oh jeetje, dit zou echt verrot zijn. Oh, en ik heb ook gewoon totaal niet... SpongeBob erbij kunnen maken. Dus niemand snapt gewoon dat er een deur in die ananas zit. Dit is slecht. Dit is slecht. Dit is heel slecht. Nou, we pakken in ieder geval de onderkant van water. Wada! Wada, wada. Deze was wel echt lelijk. Dit was mijn... Oh nee, deur! Zo. Nog maar 30 seconden? Yo, dat is weinig, yo. En wat in de ananas diep in de zee. SpongeBob SquarePants. Ja, zien jullie het erin? Nee, ik ook niet. Nee, niet echt. Dit is best teleurstellend. Ja, nou, wij gaan gewoon in ieder geval hopelijk ook lachen met wat anderen hebben gemaakt. Want dit is echt heel slecht. Ja, hij is meer gelig. Dat dacht ik dus ook al. Maar, ja, nee, ja. Dit is, ik kan niet dit een onvoldoende geven, want het is beter dan wat ik heb gemaakt. Oh, de rode kleurtjes. Oh. Wat pijnlijk. Dit is een wortel. Je zit een beetje in de vorige... In de vorige ding, hè? Huh? Ja, nee, ik vind dit geen... Ik had misschien voor oranje moeten gaan, maar dit lijkt gewoon op een wortel. Maar, oh jee, SpongeBob. Maar misschien komt dat omdat ik natuurlijk de vorige keer... Ja, iedereen heeft SpongeBob gemaakt. Oké. Lekker origineel, Wouter. Ik verdien echt de laatste plek. Nou, oké, nee, laat maar. Deze persoon verdient de laatste plek. Huh. Ik snap hem niet eens. Oh, deze is wel goed, met geel en oranje. Dat is in ieder geval een stuk duidelijker dan die van mij. Die heeft gewoon echt... Die van mij was echt heel slecht. Maar deze ook. Dus het mag. Het mag. Deze keer mag het slecht zijn. Bob. En dit is... ja, hij dacht ook dat het dus bruin was. Spons. Bob. Spons. Bob. 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 Spons. Spons. Bob. Bob. Dit lijkt net meer een golden apple. Dan een... hoe heet dat? Dan een ananas. Oh, shit. Ik ben vergeten om te voten.
Hier heb je ook allemaal mooie buttons. Lovely buttons. Maar... Een ananas is echt heel moeilijk om te maken. Dat even vooropgesteld. Dit is echt onwijs moeilijk om te maken. Hey, GG. Nou, ik was niet laatste. Dat is dan toch nog iets, maar dit was wel echt... Oh, ja. Ik had er misschien maar inderdaad... Ik had meer op SpongeBob moeten focussen dan op de ananas. Want de ananas is gewoon heel moeilijk. Maar als ik SpongeBob had gemaakt, weet ik zeker dat mensen het alsnog goed hadden gevonden. Dus goed om te weten voor volgende keer, mensen. Ik hoop desondanks dat jij deze video leuk vond. Vond je hem leuk? Knal dat duimpje omhoog. 750 likes zou ziek zijn. Zou je me heel blij mee maken. Vergeet ook niet om te abonneren. En zie ik je heel graag volgende keer bij weer een nieuwe video. Tot de volgende keer, mensen. Ciao.